Hallo, ik ben Gerard en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van de Greef Recreatie in Graven. Vandaag gaan we het hebben over iets heel speciaals, een Cinderella toilet. Loop even mee, dan gaan we even kijken waar dat die geplaatst is in deze caravan. De meeste mensen kennen natuurlijk de normale cassette toilet die in een caravan zit. Met een ondercontainer en een normale wc aan de bovenzijde. Is het toilet vol, dan gaat er vaak een lampje branden en dan wordt het vaak de taak van vader des huis die met de cassette naar de lozingsplaats op de camping loopt en daar de hele behoefte van de hele familie in een bakje moet gooien. Een verbrandingstoilet van Cinderella is iets heel anders. Niet nieuw, want het is al heel erg lang in Scandinavië in gebruik. Maar in de camperwereld en caravanwereld is het eigenlijk wel een nieuwe gast, zullen we maar zeggen. De verbrandingstoilet heeft als voordeel dat u niet 's morgens vroeg weer met die bekende container naar de plaats toe moet lopen. Als u met z'n tweeën op vakantie gaat, dan kunt u bijna 2 weken lang normaal naar de wc gaan. En over 2 weken, dan pakt u de afvaltank, die we dadelijk ook even leeg gaan maken. En die kiept u gewoon om bij het normale restafval. De verbrandingstoilet is eigenlijk de meest schone en meest makkelijke manier om op caravan en in de camper naar de wc te moeten gaan. Bij ons eerste proefje doen we een bekertje water erin. En in dit geval moet u een filter erin doen. En stel, 's morgens vroeg gaat u naar de wc. En het bekende plasje. U doet hem dicht. U drukt op de knop. U wordt een klapje. En nu gaat het proces beginnen. Met de tweede test doen we een bananenschil er even in, als voorbeeld. Stel nummer 2 komt eraan en die wil eigenlijk ook even naar het toilet. Dat is geen probleem. U kunt heel eenvoudig de deksel weer opnieuw openen. En het verbrandingsproces stopt. U plaatst een nieuwe en in dit geval doen we even voor de demonstratie er een banaan in. De deksel gaat weer dicht. Drukt er op een klepje en het proces wordt verder in werking gesteld. U ziet nu dat de wc is klaar met zijn proces. We tillen de klep omhoog, wat vrij eenvoudig gaat, en aan de onderkant zit de afvalbak. De afvalbak kunt u vrij eenvoudig door middel van het hendeltje omhoog lichten en de afvalbak kunt u naar voren schuiven. Kijk, en dit is er overgebleven van onze banaan. Bij de luxere caravans van Kaben en ook de luxere kerncampers van Kaben zit deze verbrandingstoilet standaard in de caravan. Maar naar de hand inbouwen is ook een mogelijkheid. Natuurlijk niet bij elke caravan is dit mogelijk, maar bij de meeste caravans kunnen we dit voor u gaan verzorgen. Informeer daarom eerst even naar bij onze werkplaats bij de Greef Recreatie in Graven. Bedankt voor het kijken en een fijne vakantie.